Dag mensen van de Gamestad, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Settlercraft aflevering 3. Hey, Jim, jij ook daar? Hallo. Hoi Jim. Goedemiddag. Jij er ook weer bij vandaag? Ja, ik ben er altijd bij, weet je toch? Oh ja, dat is waar ja. Maar Jim. Ja? Ik heb een mededeling. Mededeling? We gaan er een invite uit doen vandaag. Invite? Een invite eruit doen. Hey. Spannend! Maar dat komt pas op het einde van de video, denk ik. Of door het midden van de video. Haha, dat weet ik lekker niet. Oké. Nee. Maar let's go do some stuff. Eerst ga ik de kijkers wat laten zien wat ik heb gedaan in de tussentijd. We beginnen hier. Oars. Oh my god, look at all the oars. Pak maar wat je pakken kan. Volgens mij was het 14 emeralds bij zo'n villager. Dus pak even 14 emeralds. Oh ja, maak ja, even ja, ja. Iron tools erbij. Twee. Ze 14, ja, 1, 2, maakt mij niet uit, joh. Ik vind die nu wel terug. Ik heb wezen minen. We hebben een mooie enchanting table. Boekenkasten van villagers. Ik ben hardcore bezig geweest, jongen. Echt niet geloven. Kijk, ik heb een klein beetje een pad aangelegd. Misschien had je het net al gezien, denk ik niet. Maar goed, dit gaan we dus even pimpen vandaag. Dat mag Jim doen vandaag, vind ik. Want Jim, die mag ook wel wat doen natuurlijk. Hey Jim, kom eens. Hey. Nee, dat ga je niet. Oh, heerlijk. Oké. Okay, die mij dit... al gezien? Ga ik die zo doen? Oh, jullie hebben trouwens genoeg geleerd. Ik ben nu niet meer zo agressief. Ja, gelukkig. Ja. Jim is bijna van zijn agressieproblemen af. Dus echt bedankt voor de donatie. Ja, bedankt. Therapie. Dat is snel in de week, Jim. Wow! Hey. Nou ja, dit is dus de farm. Automatische, semi-automatische farm. Iedereen kent het systeem wel. Je drukt op een knopje. Het zand valt naar beneden. Die gekke water, die stroomt zo mee met al die crops. En hier loop je dan heen en dan heb je al die crops lekker in je inventory. Is dat geen mooi systeem, meneer Jim? Jim is er stil van, heeft er geen woorden voor. Okay. Daarnaast heb ik even geëxperimenteerd met een huisje. Ik vind hem zelf matig gelukt. Met nog een tip van Itoldier voor het erden van hout. Oh, dat vond ik juist lelijk. Echt waar, joh? Krapje, joh. Hey, doe eens rustig, man. Ik vraag toch alleen echt waar, joh? Vandaag ben jij agressief. Oh, ja, hoor. Steun mij door te doneren aan Giro. Remco heeft drank nodig. Nee? Oh, sorry. Maar goed, wat? Limonade. Limonade? Limonade. Wat? Dus ik heb een beetje besloten voor mezelf, ik weet niet wat Jim vindt, maar dat we dit soort stijl huis aanhouden in de grote dan. Dat is goed. Dus even kijken, waar beginnen we? Hier links? Oké. Het is rustig, man. Zo rustig. Oké, wat ik dus ga doen op dit moment is... dit soort huizen van de oude village die daar nog staan, weghalen. Daar heb ik al redelijk wat van gedaan, dus dat is chill. En daarna mag Jim zelf bepalen waar de huizen komen door gewoon een pad aan te leggen. En daar gaan we dan die huizen aan doen. Ja. Hebben we nog hier over te volgen? Of, hebben we nog wat? Mag ik dat weer graffel? Graffel. Moet je even kijken in een andere kist, volgens mij wel. Ik ga dus even dit weghalen. Zo, kijk, en dat gaat super snel met deze pickaxe natuurlijk. Deze wil ik wel houden in het glas zo. Dat is super chill. Ga ik dit weghalen? Oh, Remco, je hackt jongen met zo'n snelheid. Nee hoor, dat gaat altijd zo met sensen. Dat is super relaxed. Oh. Dat is echt super relaxed. Daardoor is het zo weg. Dat heb ik met de andere niet gehad trouwens. Want deze, dat vind ik wel jammer. Maar het gaat wel lekker snel zo. Daar ben ik wel blij mee. Jij ook, Jim? Ben jij daar ook niet heel erg blij mee? Ja, ik ben op dit moment heel blij. Ik heb goed nieuws of slecht nieuws? Het goede nieuws is... Goede nieuws? Jij bent blij. Er is een nieuwe Settlercraft. Het slechte nieuws is echter dat... De halve piramide een beetje is opgeblazen, maar ja... Dat is kan gebeuren. Hoe dan? Creeper? Gewoon. Ja, we denken anders. Zombies blazen niet op. Of konijnen of iets. Wat denk je nou? We disabelen gewoon vanaf nu de creepers. Ik ben er helemaal klaar mee.
Ja, weet je hoeveel ellende dat mij heeft gekost? Hè? Die freaking creepers. Ja, maar nu is de halve piramide dus weer weg. Dus, Are you kidding me? Hij heeft toch niks van de kisten opgeblazen, of wel? Maar 7, 6 of zo. Ah, je bek, joh. Met de oors. Nee, rustig. Wat schep je, Remco? Ja, zeg geen leuke grapjes. Ik krijg bijna een hartaanval, man. Oké. Al mijn werk, weet je hoeveel werk ik erin heb gestoken, hè? Loop jij even op te blazen door het niet op te letten op creepers? Fuck jou! Wat lul je? Er is niks opgeblazen. Nee, er is helemaal niks op. Wat? Kom nou terug! Ik zei nog niet komen! Jongen, hier! Pak ik aan! Ik ga rennen! Dit telt niet! Bitch! Jongen, laat me dan eerst eten, dan kan ik van je wegrennen. Fuck jou! Opdonderen! Oh. Ga, oh! Hey! Niet zo bijna om. Wat voor tori? Oh, wat? Jongen. Oh, trouwens, de TNT wat ik toen had opgeblazen, weet je nog? In de eerste keer Settlercraft, echt gewoon 2 maanden terug. Weet ik veel hoe lang geleden dat was. Weet je dat nog? Ja. Ja, dat is nog steeds opgeblazen. Hoe bedoel je? Nou, dat wat ik daar had per ongeluk opgeblazen, waarvan jij zei, laat maar staan. Jurgen kijkt altijd onze video's. Niet doen, jongen, hou je mond. Nee, ik kan niet editen, daar heb ik geen tijd voor. Ik ben heel druk van deze week. Oké. Okay. Daarom is deze aflevering trouwens ook iets korter, jongens. Sorry daarvoor. Ik heb heel veel offline gedaan, maar ik heb niet zoveel tijd eigenlijk om echt heel uitgebreid op te nemen. Hoe lang wordt het nog weer? Een kwartiertje? Ja, zoiets, denk ik. Ik ben ook nog eens verdwaald op de span. Ja, je moet gewoon naar de enorme ark op en dan kom je in de netherhub. Ja, waar staat die dan? Oké, even kijken. Nou, die huisjes zijn weg. Dat scheelt, want het stond best in de weg. Nou, ik ben ook weg. Ja, jij komt zo wel terug, hoop ik. Dus niet ik kan het niet vinden, hoor. Gast, je bent echt fucking noob. Moet je nou echt komen ophalen, hè? In Noorden is gewoon letterlijk helemaal niks. Ja, doe maar Expeditie Jim, want je hebt het zelf veroorzaakt. Expeditie Jim. En dan gaan we lekker met het treinspoortje. Ga even snel Jimmy ophalen. Nou, natuurlijk denk je, heb je het aan één stuk doorgelegd? Nee, dat heeft Maarten. Maarten heet hij volgens mij ook gewoon. Of was het Axelion? I can't remember. Ik denk dat het Axelion was. Met samen met andere mensen van Team Groen en Team Paars of zo was het. Ik weet het niet meer. Ja, ik weet niet welk Team Paars. Maar dat maakt niet uit. Ik zit op Maarten. Volgens mij wel. Oh, het is die Nederport, hoor niet. Dit zijn de mooie dingen in het leven. Wat zijn de mooie dingen in het leven? Oh nee! Nee! Oh nee! Ja, je komt tegen me aan of niet? Yep. Ja, Dan, you're fucked. Verdomde beer. Verdomde beer, zegt hij dan, hè. Oh, joh! Oeps! Oeps! Dat is niet de bedoeling! Oh, nee! Hey, Jim, jij ook hier? Hier. Hey, wow. Ja, ga zitten. Ja, hey, doei. En goede vaart, hè. Wat en jij dan? Oh. Ik kom er achteraan. En dan zo meteen komen wij oranje. Ah, zo neus, man. Zo meteen komen we dus bij Oranje aan. Ja. Wow, wat is dit? Afdaling. Wat spannend dit. Oh, wat spannend. Oh, ik zie niks. Oh jee. Motherfucker! Mijn minecart! Zo. Ik heb hem. Ja, mooi. Okay, dit zijn nog eens van die spannende avonturen. Spannende avonturen met Rimke. Dan maak je nog eens wat mee, hè? Ja. Dan maak je niet druk. Oh, mijn kaart! Shit! Dus je kaart staat met een zwaard, heb je hem meteen weg, hè? Ja, ik heb niet echt bepaald een zwaard of zo. Kijk! Wat een avontuur! Wat een avontuur in de nether! Dit is zettelijk grap, joh. Dit is echt. Dit is prachtig, dit. Is geweldig! Hé, hey, volgende week met jou, hè? Ja, met jou als kijker. Wie het ook mag zijn. Ja, spannend. Ik wil dat eigenlijk zo meteen wel even bekendmaken. Tim, wat draai je nou raar de hele tijd in je minecart, man? Ik vertrouw jou niet. Wat verdiefd. Je bent de laatste zo agressief. Oh, we gaan... Wat? Wat is dit? Oh. Motherfucker. Drie. Oh, dit is dit gewoon. Oh, joh. Oh, dit is wat wij hebben gebouwd. Ja, en dit heeft... Kijk, dit herkennen jullie wel. Maarten of Steven heeft dat gedaan. Huurlijk. Wie? Weet ik veel. Maakt niet uit. Shout-out naar diegene. Hij weet vast wel wie ik bedoel. Ha!
Oké, nou dan zijn we hier. Je spulletjes liggen nog in die kist. Ja, beneden. Boven waar je bent dood gegaan, weet je wel. Oké, mensen, daar waren we weer. Ik heb een winnaar gekozen. Ik heb hem hier rechts op het scherm staan. Spannend maken. En we gaan hem gewoon, de winnaars gaan we gewoon hier neerzetten. Ja, dat was ook de bedoeling. Ik had zelfs een slides voor je, maar ik weet niet waar ik die heb gelegd. Heb ik al. Ah, mooi. De eerste winnaar! Op de eerste? 13 april! Ja, wie wint? Het is met de reactie. Hoi, ik ben. Ik ben 11 en ik wil heel graag die invite, omdat ik elke dag mijn vader schreeuwt. Heel vaak wakker worden. Vroeger werd ik altijd boos, maar sinds ik een gamestad in deze serie ken, ben ik niet meer bos. Ik denk dat het moet zijn boos. Denk het. Want ik kijk altijd uit naar een nieuwe aflevering van een gamestad en vooral deze serie. Groetjes! Felicia. Je hebt het verpest! Felicia Game Rules, gefeliciteerd. Stuur even een mailtje naar @gamestad. Doe dan. Niet boos voor de info. Bel Giro 6969 om jongen te helpen. Je was genezen, maar dat ben je nou niet meer. Ga weg! Dus, bel eventjes, wat? 6969 om deze jongen te helpen van zijn... Auw! Sorry. Auw! Ik hou het heel kort. Stuur eventjes een mailtje naar gamestad@gmail.com met jouw Skype en jouw Minecraft naam. Dan zorg ik dat jij vanaf ongeveer maandag of dinsdag, ligt eraan hoe snel alles gaat, dat jij in Zetterkraft komt. Dan kan ik je allemaal taken gaan geven en weet ik allemaal wat. En dan kan we heel gezellig. Denk je ook niet, Jim? Wordt dat ook niet heel gezellig? Zo gezellig. Nee, hoor. Ja, het is zo gezellig. Gezellig. Nooit ruzie. Nooit. Geweldig. Maar goed, dan hoop ik dat jij een goede mic hebt om volgende week mee te kunnen doen. Is dat niet zo, dan mag je gewoon natuurlijk uiteraard gewoon lekker op de server spelen. Maar dan ben je helaas niet hoorbaar. Sorry daarvoor, maar ik wil wel mijn kwaliteit natuurlijk een beetje hoog houden van de video's. Ja, joh. Ah, ja, kijk, dat deed je zelf. Dit is dus dat geen kwaliteit, dat, hè? Ja, jongen, kijk me aan. Verman je. Oké. Niet mannen slaan. Nee, maar de bel doet dat. Oh, ja, kijk, dat is mannelijk. Dat mag. Mannelijk. Accepteer. dit is eigenlijk pretty much all the time I got for today, man. We hebben echt alleen om jouw stommiteit, hè? Ik eigenlijk helemaal niks nuttigs kunnen doen. We zijn best ver gekomen. Ja, joh. Ik heb alleen de huisjes weer weggehaald. En wat heb jij? Je hebt nog niet eens één blokje geplaatst, man. En nu dan, hè? Ja. I'm so done with you. Mensen, bedankt voor het kijken. ik zie jullie volgende week. Hopelijk met Felicia Gabriels. En natuurlijk weer met de agressieve Jim erbij. Ik wens jullie een fijne week toe. En tot volgende week.